terug naar jou, Jill. Want in de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over onze Rusland-strategie. Ja, de relatie tussen Nederland en het Rusland van Vladimir Poetin. Ja, die relatie is flink bekoeld, kunnen we wel zeggen, de afgelopen jaren. Natuurlijk door de aanslag op vlucht MH17, waar we het vanochtend al ook over hebben. Maar ook door spionage, cyberaanvallen die op ons worden uitgevoerd. Of nepnieuws dat wordt verspreid in ons land door de Russen. Nou, hoe het kabinet moet omgaan met Rusland, dat ook een belangrijke handelspartner van ons is. Ja, dat wordt vandaag besproken in een debat in de Tweede Kamer. Onder andere door CDA. Ja, Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. We hebben natuurlijk op heel veel punten wat onmin met Rusland. Maar we doen ook op heel veel punten zaken met Rusland. En we zien wel dat de situatie verslechterd is in de afgelopen jaren. Ja, en daar moeten we dan wel ook naar handelen. Kunnen wij wel wat doen als Nederland? Waar wij de regering toe aan zullen zetten is om zoveel mogelijk de lead te nemen in samen met andere Europese landen en ook de Verenigde Staten samen die druk te zetten. Dat lijkt mij veel verstandiger dan Nederland alleen. Er lopen op dit moment sancties, maar het leidt er niet toe dat Poetin zijn gedrag op bijvoorbeeld MH17, zijn agressieve gedrag rondom de Baltische Staten, rondom de randen van Europa verandert. Uiteindelijk willen we natuurlijk een betere relatie met Rusland, maar we kunnen niet zomaar doen alsof er niets aan de hand is, want dan zouden we geen recht doen aan alle nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp. Uw partij wil dat de banden vooral met de Russische inwoners, ondanks de ingewikkelde situatie met het Kremlin, toch worden aangehaald. Hoe moet dat gebeuren? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan journalisten, wetenschappers, kunstenaars, studenten. Om hen makkelijker naar Nederland te laten komen door visumprocedures te versoepelen, door die prijs naar beneden te laten gaan, door ervoor te zorgen dat ze hier langer kunnen blijven. En ik hoop dat ze op die manier onze vrijheden en gelijkheden een beetje kunnen opsnuiven, kunnen wennen aan onze democratie en rechtsstaat en dat weer mee terug kunnen nemen naar Rusland. Want we komen er de komende tijd niet uit met president Poetin, vrees ik. We hebben te veel problemen met hem en zijn beleid. Maar wellicht dat we in ieder geval aan de onderkant kunnen beginnen om nader tot elkaar te komen. Ja, en dan begint dat met dus Russen die hier in ons land komen. En dan heeft u het idee dat ze onze vrije waarden dan ook weer daar meenemen. Ja, dat blijkt toch wel. Dat als je kijkt, de uitwisselingsstudenten, maar ook wetenschappers en journalisten, als ze eenmaal in aanraking komen met de vrijheid die elders is, ja, dat neem je toch mee naar huis. Dat die ervaring, diep persoonlijk voor sommige mensen, zeker ook als je komt uit een autocratisch regime als Rusland, als je dan dat verschil ziet en je mag dat weer mee terugnemen naar huis, ja, wellicht is dat een klein zaadje wat later tot een mooie bloem kan worden. Een van uw inzetten van het debat dus vandaag. Naar